medewerkers van Staatsbosbeheer hebben gisteren meerdere pogingen gedaan om de loslopende hangbuikzwijntjes in het Kuinderbos bij Band te vangen, maar het is opnieuw niet gelukt. Boswachter Harco Bergman meldde afgelopen weekend dat 4 biggetjes in het bos waren losgelaten. 1 daarvan werd zondag gevangen, maar de rest toch niet. Harco Bergman, goedemorgen, welkom in de uitzending. Hey, goedemorgen. Intussen toch niet eentje gevangen? Nee, ze blijken toch sneller te zijn dan ik gedacht had. Ze kunnen zeg maar sprinten als Nelly Koeman. Oh. En zodra ik al in de buurt kom, dan duiken ze onder de bramenstruiken. Nou, gisteren had ik een dikke leren broek aangetrokken. Ik denk, dan kan ik ook in de bramenstruiken. Maar ja, dan blijf je net haken achter de dorens van de struiken. En dan ben je toch weer te laat. We hebben de tactiek nu veranderd. We hebben veel mais gestrooid op het bospad. We weten gewoon dat varkens gek zijn op mais. En we proberen ze zo te lokken naar kortere vegetatie, zodat we ze... Ja, we hebben ook een heel lang scherm nog geplaatst, zodat ze ook niet meer in de bramenstruiken dan kunnen als we ze 1 keer op het bospad hebben. Ja, en dan daar hebben we een val op gezet om ze uiteindelijk in te gaan vangen. Dat is nu de nieuwste tactiek van dit moment. Ja, dat is een behoorlijke klus, Arco. Is al eerder keer voorgekomen dat je op zoek moest naar die kleine biggetjes? Nou ja, niet naar kleine biggetjes. Ik heb al vaker hangbuikzwijnen gehad. Vorig jaar in januari ook nog eentje. Maar dat was een volwassen dier. Ja, en dan zijn ze zo log en zwaar. En dan slipt hun buik zeg maar over de grond. Ja, dan kun je ze makkelijk pakken. Maar deze rakkers, die kunnen sprinten, joh. Dat wil je niet weten. Ja, waarom lijnen ze niet lekker lopen? Nou ja, dat heeft te maken met dierziektes. Het zijn hoefdieren. Onze reeën zijn ook hoefdieren. Ik weet niet welke ziektes deze dieren met zich meebrengen. Het gaat ook om dierenwelzijn. Hè. Nu vroeten ze nog wat in de grond. Maar als het gaat vriezen, ja, wie gaat ze dan eten geven? Of hoe komen ze dan aan eten? Het zijn ook exoten. Hè. Het zijn geen dieren die in de Nederlandse natuur thuis horen. En op den duur zal er ook gewoon schade aan de landbouwgewassen ontstaan. Hè. Het Kuinderbos is een natuurgebied in een groot landbouwgebied. Hè. De Veluwe is een beetje landbouw in een heel groot bos. En daar kunnen varkens zich prima redden, maar ja, dat zijn voor ons wel de redenen om te zeggen van ja, ze horen hier niet, we willen ze uit het bos hebben. Ja, zouden ze nog wel in het bos zijn? Ja, dat is de vraag. Ik heb ze gisteren nog wel in het bos gezien. Oké. Want ja, we hebben wel dagelijks visueel contact met ze, maar ja, dan wacht je op het gunstigste moment en dan doe je weer een vangpoging. Ja, en dan verdwijnen ze weer uit je zicht. En dan moet je weer wachten tot ze tevoorschijn komen. Dus er gaat heel veel tijd mee verloren. Dat is erg jammer. Dus ik vind het ook echt een hele waardeloze actie van mensen die dit gebracht hebben. Echt ondoordacht. Want ja, die kunnen zich nu nog wel even redden met de vetlaag die ze hebben en het weinige eten wat ze vinden. Maar ja, uiteindelijk gaat het richting dierenleed. Ja, we komen natuurlijk vanzelf naar die mais dan. Nog een paar dagen. Nou ja, dat is nu de hoop. Dus we laten het ook even vandaag met rust. We gaan ook niet vandaag een vangpoging nog doen. Tenzij ze zeg maar, echt op het bospad komen bij de mais. Dat we ze in de fuik kunnen drijven. Ja. Harco, even voor mij. Er ligt mais op de grond. Daar komen die biggetjes op af. Lig jij in de bosjes met een schepnet? Nee, ik lig niet in de bosjes met een schepnet. De buurman die daar vlakbij woont, die heeft er vanuit zijn keukenkamer heel goed zicht op dat bospad. Ah. Met hem hebben we de afspraak dat hij ons belt zodra ze zeg maar, binnen de schermen lopen op het bospad lekker van de mais te snoepen. Okay. Dan kunnen wij ze van de achterkant in de rug een aanval inzetten en ze opdrijven richting een val die daar opgesteld is, zodat ze echt vast komen te zitten en dat we ze kunnen vangen. Inmiddels heeft de dierenambulance Grijze Gerrit. Die heeft een opvang voor 2 dieren gevonden en een buurman in de buurt wilde ook heel graag 2 hebben. Dus als ze hebben, dan is het dierenwelzijn ook weer gegarandeerd. Kijk. Mooi zo. Nou, veel succes daarbij. En wij spreken elkaar vrijdag hier in de studio om over een ander onderwerp nog eens te praten. Doen we dan om 9:00. Graag tot dan. Tot dan.